Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe spellingles. Vandaag gaan we verder met blok 5, dag 9. Dat betekent ook dat dit het laatste dicté is van blok 5. Voordat we verder gaan in de werkboeken. Dus de laatste keer dat we de woorden in het dicté kunnen oefenen. Dat betekent dat we ook de laatste keer met het dicté gaan oefenen met de volgende doelen. Woorden die eindigen op heid, woorden die eindigen op tsi, categorie 17... Woorden met inkje, categorie 4 plus 10. En woorden waarbij je een D of T moet schrijven. Maar dat kun je achterhalen door categorie 7 te gebruiken. De eerste vier woorden ga je van mij krijgen. De rest is voor jullie. Zorg dat je er goed klaar voor zit. Goed op je stoel, twee voeten op de grond. Je pen tussen duim en wijsvinger. Je iPad plat op tafel. En een beetje schuin, zodat je goed schrijven kunt. Gaan we beginnen. Het eerste woord is het woordje waarheid. Waar en heid. In waar zit niks bijzonders. Dat schrijf je gewoon zoals je het hoort. En waarheid eindigt op het stukje heid wat in ons doel zit. En waarvan ik hoop dat we dat stukje nu foutloos schrijven. Schrijf maar op waarheid. Gaan we naar woord 2. Dat is het woordje platte grond. Nou, in platte. Platte. Je hoort pla, klankvoet, a, klankteen. De a woont in een korte klankenstraat. Daar is de dubbelzetter de baas. Dus platte schrijf je met twee keer de letter T. Platte. En let goed op. Je hoort een E, maar je schrijft een E. Dus het is ook nog eens een stomme E. Platte. Grond. En grond, ja, moet ik dat nou met een D of een T op het einde schrijven? Ik maak het woord langer. Gronden. En dan hoor ik een D. Dus grond schrijf ik op het eind met de letter D. Platte grond. Dus in plattegrond zit categorie 11 en categorie 7. Schrijf op plattegrond. Gaan we naar woord 3. Dat is het woord vakantie. Nou, dat zouden we allemaal wel willen, denk ik. Weer lekker op vakantie. En vakantie, daar zit een stukje in wat bij ons doel hoort. Namelijk het einde tsi, categorie 17. Nou, het is ook nog eens een kanaalwoord, maar daar komen we in een later blok op terug. Want we horen een korte klank en toch schrijven we maar één medeklinker. Dus let daar goed op bij vakantie. Dat is een regeltje, dat gaan we nog leren. En tsi, categorie 17. Schrijf op vakantie. En dan gaan we naar woord 4. Spinnetje. En spinnetje. Een verkleinwoordje. Categorie. Waar zou die bij horen? Categorie 10. Eindigend op tje. En spin, spinnen, spin, is korte klank. En daar schrijf je dus wel de dubbelzetter. En nogmaals, waarom dat bij vakantie niet is. Vakantie is een woordje wat je echt moet onthouden. En spinnetje is een woordje waar je categorie 10 bij kan, of 11 bij kan toepassen. Spinnetje. Let ook weer op de stomme R. Categorie 11 en categorie 10. Schrijf op spinnetje. Dan
Dan zijn de laatste 6 woorden plus de zin voor jullie. Denk goed aan de categorieën, zorg dat je die overal bijzet en doe goed je best. Komt-ie aan. Woord 5. Schrijf op prestatie. Woord 6. Schrijf op palinkje. Woord 7. Onbekend. Woord 8. Leidinkje. Woord 9. Velletje. En woord 10. Schrijf op buitenland. Gaan we naar de zin. Denk zelf aan alle regels die erbij horen. En luister heel goed. Komt-ie aan. Jasper was de tijd compleet vergeten. Ben je klaar? Controleer of dat je alles zelf goed kan lezen. Controleer ook of dat je overal de juiste categorieën bij hebt gezet. Zien de woorden er goed uit? Ziet de zin er goed uit? Ben je niks vergeten bij de zin? Dat zou ook wel fijn zijn dat je alles compleet hebt. En ben je tevreden en denk je dat het zo in orde is? Dan maak je een foto van je werk en die stuur je op naar je eigen leerkracht in Teams. Dat was het laatste dicté van blok 5. Je hoort ons weer bij een volgende les. Doei!